YouTube, wat gezellig dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Even kijken wat voor instellingen zal ik doen. Ik heb geen idee. Ik doe altijd. Oh, nee, dat willen we niet. Ik kan ook een keer een video in 3D gaan doen. Nee, wordt iedereen duizelig. Inferno. Oh, dat is kut allemaal. Dat is ook allemaal goed. Het is nu 11:30. De rest slaapt allemaal. Maar ik ben natuurlijk helemaal niet moe. Ik ga leuk een filmpje maken. Survivalen. Hoe ga ik het noemen? Ik ga het noemen. Ja. Geniaal. Maar niet heus. Maar wel heus. Maar niet heus. La. Binnenkort komt Mario Kart deel 4 op dagelijkse day, maar ik ga binnenkort ook. Oh. Zo. Ik heb de watershader mod geïnstalleerd, maar ja, wat ik wou zeggen, dus ik ga. Wow, laggy. Gewoon even wachten, jongens. De lag gaat wel weg. Je hoeft niet zo te zeiken dat ik lag, want ik lag niet. Een beetje misschien. Hoppa. Kijk dan, die shader mod, dat is toch hartstikke vet. Houd het toch op, man. Houd het toch op, man. Ik speel wel voor Peaceful. Dan ga ik even lekker huisje bouwen, alles. Oh. Ik krijg binnenkort wel een keer een nieuwe PC, hoop ik. Want ik vind dit echt te traag, gewoon. Ook gewoon als ik zonder opnemen speel, dan lekt hij ook af en toe. Dat is echt zwaar irritant. Is die box hieronder anders geworden of glitcht die gewoon? Ik snap er niks van. Zie dat dan. En what the fuck? Is wel heel donker gelijk voor één plekje lager. Hier, dat bedoel ik. Kijk dan. Dat is gewoon een klein glitchje, denk ik. Hoppa. Oké. Dan lopen we even verder. Even wat meer hout hakken. En dan ga ik in een lekker huisje aan de stranden aan de zee. Gezellig met z'n twee. Of alleen. Nou, in dit geval alleen. Alleen. Dan ben ik toch levenloos weer, hè? Dat ik helemaal in mijn eentje Minecraft ga spelen. Zonder vrienden. Hey. Ja, ik ben een beetje voorzichtig sinds die laatste keer dat. Lijkt me gewoon ietsje zachter. Dat die creeper me in één keer vermoord. Staat dus nog best wel hard. Ik hoorde geen verschil. Ja, een beetje, maar niet echt. Zag ik nou het glitchen? Hier dit. Zie je dit glitchen? Dat komt door die water shader mod. Maar dat maakt niet zoveel uit. Ik vind het alsnog een super vette mod. Hoppa. Ah, ik heb altijd lek als ik een varken aanval. Dat is wel vervelend. Dat is het enige, maar voor de rest heb ik geen lek. Hoppa. Raak hem aan dan. Die voor je, mogol. Oké, mooi. Wat hout zo. Zo, hadsevlats. En toen hadden we hout. Of hout. Toen hadden we een crafting table. Ik ga even rustig aan opbouwen. Ja. Zo. Zo. Ja. Oh. Dit hebben we ook even nodig. En dit ook even nodig. Dit is trouwens gewoon survival wat ik nu ga doen. Even als jullie het niet snappen. Oh, die heb ik al. Hoppa. Zo. En toen had ik allemaal dingen. En toen had ik eigenlijk nog helemaal niks. Ziet het ding veranderen dan van kleur onder het scherm? Ik snap er helemaal niks van. Nou, ik vind het wel grappig. Ja. Oh, nou, ik zag weer wat glitchen.
Niet zo heel veel snelheidsverschil dit, maar ja, beter iets dan niets. Die kleuren. Ik word er duizelig van. Oké. Oh, kijk de muziek. Oh, wat gezellig. Oh, kijk, dat gaat al een stuk beter. Maar die experience points, ik snap er nog geen ene. Geen ene. Ik snap het gewoon niet. En wat heeft dit trouwens voor nut, als ik op peaceful speel? Jongens, laat ik gewoon even niet op peaceful spelen voor jullie. Even easy of zo. Ja. Hoppa, pak die varkens aan. Oh, daar gaat hij weer. Wat loopt hij nou weg, man? Denkt hij dat hij stoer is of zo? Nu gaan we verder lopen. Ik hak nog wat hout. Nee, dat doe ik toch eigenlijk niet. Want ik heb genoeg hout. Dat rijmt niet twee keer hout, maar dat maakt niet uit. Want ik. Geen idee. Ja, waarom gaat dit liedje als. Hier, die boom heeft wel genoeg water, zo te zien. Ja, ik zing gewoon mee. Neurieën. Doe ik niet. Dit is zo droog. Ja, dat. Het niet nat is. That's what she said. Oké. Dat sloeg dus echt helemaal nergens op, maar dat vind ik altijd leuk. Wordt altijd geïnspireerd door die liedjes. Notch, bedankt. Of nou ja, de man die het heeft geschreven is Notch niet, maar die muziek. Maar bedankt voor dit spel. Maar zonder dit spel hadden we die muziek ook niet. Oh, dit had ik gewoon de hele tijd kunnen doen. Dat ik alle dingen gewoon in hout kunnen doen. Had ik ook geen cobblestone. Cobblestone had ik ook geen houten spullen moeten hoeven maken als ik dat eerder had gedaan. Weet je wat? Ik maak mijn huis gewoon hier in de buurt. Het is een handig plekje dit. Ja. Willen jullie dat ik doorga met deze serie? Dan moet je dat even zeggen. Als jullie willen dat ik. Geen idee. Wat anders doe dan wil je het zeggen. Ik zou zelf heel graag in de server van Milan David en zo willen, maar dat is denk ik een beetje voor hun of zo, weet niet. Ik heb eigenlijk geen idee. Ik vraag het wel een keer. Zo. Geniaal. Dat was niet nodig, maar. Dat is altijd grappig. Dus ik in de koe. Half steen, half hout. Half dirt. Oh, zo. Was dat zo nodig, jongeman? Hey, joh. Kan je niet even je smoel houden, joh? Nee? Oh, dan zullen we je smoeltje even verbouwen, jongeman. Hè? Kom dan, kom dan, jongen. Hou me tegen dan. Oh, nou, het is te laat. Oh, mijn hout is op. Oh, het is echt helemaal op. Maak ik even af met dirt. Zo. Oh, ik heb alweer honger. Het gaat snel. Ja. Dan gaan we even nog wat hout hakken en dan op zoek naar. Ja. Geen idee wat ik van deze server ga maken. Ik ga in ieder geval een server van deze serie. Ja, dit is een serie survival let's play. En ik ga dit misschien ook deze map, dus als ik wat verder ben.
met Jelle samen doen. Ik denk dat de volgende van deze serie is even op Jelle's kanaal. Of Jelle zijn kanaal, niet Jelle's kanaal. Dat is geen goed Nederlands, jongeman. Zo. Ah, mooi, kijk. Zo willen we dat zien, jongen. Ik vind dat irritant dat die balk er onderaan de hele tijd van kleur verandert. Dat is echt zwaar irritant. Oh, ik ben vergeten gewoon door te hakken. Tjonge. Ja, misschien vinden jullie het hartstikke saai om naar te kijken. Dan kijk je lekker wat anders, dan klik je gewoon weg, jongen. Zo. Rustig aan, Stan. Ik moet even mijn agressie beheersen de laatste tijd. Oh, doet hij in één keer traag, man. Zo. Hoppa. Kijk, zo doen we dat. Ik weet niet waarom ik de hele tijd hoppa zeg. Ik ben gewoon gewend. Hoppa. Hopsakee. Maar dat komt door mijn aardrijkskundeleraar. Of aardrijkskundeleraar. Zeggen had ze wat. Tjaka. Alle dingen. En dat zit gewoon in mijn hoofd geplet gewoon. Zo ook nog een leraar die zei. Wat was nou? Afijn. 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 Of aandacht hier. Die ook. Aandacht hier. Dat ga ik gewoon. Dat is mijn nieuwe intro. Aandacht hier, YouTubers. Aandacht hier. Dan link ik iedereen gewoon weer door naar deze video als ze niet weten wat aandacht hier betekent. Ik mag alleen dat die X wat meer gebruiken. Voor de rest heb ik genoeg van alles. Zombie, hoor ik nou een zombie? Hoor ik nou een verrekte zombie, jongen? Mongol, jongen. Dat is een Mongol, jongen. Is een Mongol, jongen. Oké, was dat zo nodig, Stan? Ja, ik kan geen waterplonsgeluid nadoen. Lijkt me ook wel erg knap, zo. Tenzij er iets anders op je beeldscherm flatst, dan kan ik het wel nadoen. Godverdamme, dit soort shit. Dat was wel heel expres gezegd. Ik moet op zoek naar wol, dat was het. Dat ik daar nu pas aan denk, jongen. Holy shit. Dat ik daar nu pas aan denk. Oh, kijk, zombie, leuk. Maar daar zoeken we nu niet naar. Zoeken naar een schaapje. Oh, Minecraft slaat vast. Nou ja, ik vind het ook toch wel genoeg even voor een beginnetje. Zeg maar, als ik hiermee moet verder gaan op Jelle's kanaal, dat vind ik wel goed. Dus ik spreek jullie nog wel later. Doei. Bedankt voor het kijken van deze korte survival. Dat was eigenlijk helemaal niks. Ik wil eigenlijk alleen maar even zeggen dat ik naar de YouTube kanaal ga. En als je me daar wil zien, dan moet je dat even. Dat moet je me daar zien. Ja. Ik heb een grijze pet. Wit shirt. En een blauwe spijkerbroek. En Nike schoenen. En ja. Je herkent me wel aan mijn epic, epische height gedoe. Ja, dat faalde hard. Doei.